Yo mensen, en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het nog eens hebben over Europa Park. Want de opening van Voltron Nevera komt in zicht. Ja, dat is eigenlijk eind volgende maand al, wanneer het nieuwe seizoen van Europa Park begint. Dan zal de Voltron, de nieuwe achtbaan en het nieuwe themagebied moeten opengaan. Dus vandaag maken we nog één laatste praatvideo over deze achtbaan. En nog wat andere zaken die nu in Europa Park afspelen. Dus ik zou zeggen, let's do this! Goed, dus sinds de laatste video van de Voltron Nevera is er eigenlijk niet zoveel bijgekomen, maar over het algemeen is er wel weer wat te zeggen over Europa Park. Om te beginnen zullen we alles van de Voltron opnoemen. En dat is om te beginnen dat ze in september hebben bekendgemaakt dat Europa Park een nieuwe 4D-film ging draaien. Die draait om het verhaal achter de achtbaan Voltron. Een film van 12 minuten die over de uitvinder Nikola Tesla draait, geboren in het huidige Kroatië. Met behulp van een speciaal apparaat slaagt hij erin om mensen als bliksemschichten te transporteren van de ene plaats naar de andere. En de film heeft de naam Voltron 4D. En het bevat adembenemende actie en speciale effecten. De achtbaan zelf stond al geruime tijd overeind, maar eind 2023 maakte de achtbaan dan toch eindelijk zijn eerste testritten. Dat was te zien in een filmpje van 40 seconden. We konden dus zien hoe de treinen in het donker door de baan vlogen. De baan van de zogeheten Striker Coaster, die 32 meter hoog is, 1385 meter lang en een topsnelheid van 90 km per uur haalt. En die bestaat uit meerdere lanceringen, waaronder een verticale lancering, een draaischijf en 7 inversies. Dus ja, de achtbaan is bijna klaar voor opening, maar het Kroatische gedeelte rond de achtbaan zal pas in 2025 helemaal klaar zijn. Dus ja, wanneer de Voltron open gaat, zal het themagebied nog niet helemaal af zijn. De testritten werden tevens gemaakt met nog testkarren, maar niet zo lang geleden liet het park zien dat de treinen nu helemaal compleet zijn. En dit is hoe de treinen er dus uitzien. Ja, eerst en vooral wisten we natuurlijk al dat de treinen dubbel zo lang zouden zijn als die van de Big Dipper achtbanen, Lost Gravity en Dynamite. En de treinen zien er echt prachtig uit. De stoelen zien eruit als donkerbruine kussens met goudkleurige veiligheidsbeugels. De achterkant is futuristisch en donkergrijs. En aan de voorkant is het logo van de achtbaan te zien, waarop de volledige titel luidt: Voltron Nevera, powered by Rimac. In totaal bestaat de achtbaan uit 7 van zo'n treinen, met zoals gezegd 4 rijen in plaats van 2 en uiteraard 4 stoelen naast elkaar. Elke 36 seconden zal er een trein moeten vertrekken uit het station. Ja, we hebben een jaar extra geduld moeten hebben, want ja, we zijn nu ongeveer een jaar nadat de achtbaan oorspronkelijk had moeten opengaan. Maar ja, het lange wachten wordt beloond, dus binnenkort zal de achtbaan eindelijk open zijn. Maar dan gaan we nu even naar een andere zaak in het park, namelijk de afgebrande Zauberwelt. Want een tijd geleden vroeg Europa Park een bouwvergunning aan voor de heropbouw van het afgebrande gedeelte, oftewel de Zauberwelt en de Tiroler Wildwasserbaan en de Alpenexpress die voor een deel afgebrand werden. Later was te zien op foto's hoe de afgebrande diamantgrot opnieuw werd opgebouwd. Ze zijn druk bezig met de Zauberwelt der diamanten om hem dit jaar terug te kunnen openen, maar dan in een aangepaste vorm. Voorlopig verlopen de werkzaamheden zonder problemen. De nieuwe versie zal dus bestaan uit een rotsachtig landschap die grotendeels in de open lucht zal staan. Ja, dat hebben we een tijd geleden ook al gezien op de allereerste ontwerpen. Het gaf de indruk dat het tegenwoordig in de open lucht zal staan. En inderdaad, dat blijkt. In de bergen komen bezoekers dan straks de Yomis tegen. Een kleurrijk trollenvolk. Deze fabelwezens spelen ondertussen al een rol bij de boottocht Josefina's Keizerlijke Zauberreis. En in de bioscoop van Grimm's Margenwald. En een afgebrande souvenirwinkel keert ook terug. Nog een tijd later kregen we te zien
hoe de nieuwe Zauberweld er daadwerkelijk uit komt te zien. Vroeger was het ook al mogelijk om door de Zauberweld te wandelen en dat zal tegenwoordig ook nog altijd het geval zijn. Dat wordt mogelijk met behulp van een nieuw avonturenparcours, met allemaal hangbruggen. Dus wanneer het klaar is, kunnen bezoekers een avontuurlijk wandelpad door een rotsachtig landschap ontdekken, met als naam de Yomi Adventure Trail. De naam Zauberweld der Diamanten wordt wel veranderd naar Zauberschlucht der Diamanten. Dus ja, in de naam een kleine aanpassing. Het is een beetje te vergelijken met de Adventure Trail van Phantasialand. Ja, dit wordt eigenlijk iets vergelijkend. De Adventure Trail in Phantasialand die loopt langs de achtbaan Black Mamba. En deze loopt dan langs achtbaan Alpen Express en boomstamattractie Tiroler Wildwasserbaan. Eind januari lieten ze zien hoe de heropbouw zoal verloopt. We zien dat het goed vooruit gaat, dat er al een hoop rotsen op hun plek staan. En uiteraard, de Alpen Express en de Tiroler Wildwasserbaan die moesten voor een groot deel vervangen worden, omdat de oude baandelen gewoon helemaal verbrand waren. Dus huisleverancier MacRides fabriceerde nieuwe onderdelen. Zo zijn de nieuwe baandelen van de Alpen Express op de foto's te zien en zien we hoe het eerste spoor gemonteerd wordt en de eerste steunpilaren en ook delen van de vaargeul van de Tiroler Wildwasserbaan waren gearriveerd op de bouwplaats. Ja, dat de nostalgische Zauberweld is afgebrand zal altijd jammer blijven, maar Europa Park slaagt er toch altijd in om iets moois in de plaats te bouwen. En misschien wel nog beter dan dat het was. Dus als het goed is, zal de nieuwe Zauberweld in het voorjaar ook weer moeten opengaan en zullen de Tiroler Wildwasserbaan en de Alpen Express terug toegankelijk worden. Maar ze zullen er een stuk moderner uitzien. Dus ja, in feite is Alpen Express niet langer de oudste achtbaan van Europa Park. Oké, we hebben nu de updates van Voltron en Zauberweld gehad, maar er zijn nog een paar kleine updates. Europa Park wil namelijk voor het 50-jarig jubileum een nieuwe attractie hebben. De 50ste verjaardag van het park zal in 2025 plaatsvinden. Er zijn al achter de schermen plannen gemaakt voor 2025 en ze willen dus een nieuwe attractie in het hart van het park. Er is dus al een idee wat voor attractie het zal zijn, maar er zijn nog geen verdere details bekendgemaakt. Behalve dat de attractie in het midden van het park te vinden zal zijn. Er zijn wel vermoedens dat het gaat om het themagebied Luxemburg, oftewel het themagebied waar Historama te vinden is. Een groot puntig gebouw met een theater, het restaurant Footloop en een monorailstation. En geruchten zijn dat Europa Park de locatie wil ombouwen tot een gameplay theater, een interactieve dark ride van huisleverancier MacRides. Er wordt gesproken van een dark ride met een hoge capaciteit op de kleinst mogelijke oppervlakte, waar gebruik wordt gemaakt van zowel fysieke decors als videoschermen. Ook wordt bij de Eurosat Coastiality een nieuwe VR-beleving gemaakt. De oude film, gebaseerd op de science fiction film Valerian en The City of a Thousand Planets, is dus nu niet meer te zien in de achtbaan. Er wordt dus nu gewerkt aan een nieuwe film waar ze hopelijk snel meer over kunnen vertellen. En als laatste onderwerp voor vandaag, een paar tekeningen van de vernieuwde achtbaan Euromir zijn ook uitgelekt door een oud ontwerper van Europa Park. Een tijd geleden wisten we al dat Europa Park plannen heeft om de oude achtbaan Euromir mogelijk een retrack te geven en misschien een heel ander uiterlijk. En vorige maand zagen we dus een aantal ontwerpen over de Euromir, de nieuwe versie. Ja, of deze concepten ook echt uitgewerkt gaan worden, is niet duidelijk, maar op de tekeningen zijn dus aangepaste versies van de karretjes te zien en ook vernieuwingen voor het hele Russische gedeelte. Dus ja, het park heeft wel plannen voor vernieuwingen bij de Euromir, maar of dit de echte vernieuwingen gaan zijn, is niet duidelijk. Ja, weer een heleboel nieuwe dingen voor Europa Park. Ja, elk jaar is er een hoop te zien. Dus ja, Voltron gaat bijna open. De nieuwe versie van Zauberweld gaat bijna open. En dan gaan die twee oude attracties ook weer terug open. En ja, dan die vernieuwingen bij Euromir, dat zien we wel
in de toekomst wat het park daarmee van plan is. En dan die nieuwe attractie voor 2025 voor als het park 50 jaar wordt. Ja, ik ben heel benieuwd. Dus ja, we zullen zien waar het ons brengt. Maar in elk geval, dit was de video voor vandaag. Dus ja, like als het plezant was. Abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik tot een volgende video op Brave Rides. En ciao.